Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij wat Forza Horizon 4. En vandaag heb ik voor jullie waarschijnlijk de meest bizarre auto in deze game. En die kan je deze week winnen en dat is dit ding. Als je deze wil winnen moet je snel zijn, dat kan tot met donderdag. En je moet er bijzonder veel voor doen. Ik heb hem net unlocked en alles wat je daarvoor moet doen is in de festival playlist 50% halen. En zo kan je zien wat ik allemaal heb moeten doen. Dat zijn best wel wat events. Dus wil je hem hebben? Begin er snel aan. En dit is hoe spreek ik dit uit? Is dat gewoon Racer Tachyon Speed? Is dat hoe je dat uitspreekt? Ik heb geen idee. Maar wij gaan er vandaag eens even mee rondrijden. Ik heb geen idee of hij snel is. Hij ziet er bijzonder snel uit. Het lijkt ook echt op een moderne Batmobile of zo. Letterlijk. Dit zou letterlijk een Batmobile kunnen zijn. En dit is de cockpit. Ik word al claustrofobisch als ik er naar kijk. En zo te horen is hij ook elektrisch. Ik had eigenlijk gehoopt op wat geluid. Maar dat is wel jammer, of niet? Dat is dan weer zo'n teleurstelling. Ik had echt zo'n locht geluid gehoopt. Volgens mij is hij maar redelijk snel. We gaan hem zo meteen even pimpen. We zitten momenteel in de winter. Dat is echt het slechtste seizoen wat je had kunnen krijgen voor deze auto. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo. Misschien hebben we straks gewoon even een event starten wat in de zomer is of zo. Dat kan wel. Dat lijkt me in principe het slimste. Maar ik denk dat ik eerst eventjes richting het festival rijd. Dan gaan we even kijken of we hem even kunnen upgraden. Ik hou persoonlijk niet zo van dit soort futuristic auto's. Maar als hij nou nog een beetje een locht geluid had, was het best wel vet geweest. Maar nou is het echt... Je kan zeggen wat je wil. Ik ben niet zo'n grote fan van elektrische auto's. Ik snap dat dat een beetje de toekomst kan zijn. Maar... Come on, boys. We willen wel een beetje geluid hebben. We gaan eens even rechtdoor. Ik kan het niet laten. Ja, hij is wel sneller. We rijden al 360. Het is zo raar. Je hebt het gewoon niet door. Ik moet zeggen, qua grip rijdt hij volgens mij ook best wel prima. Ik bedoel, ik rij in de winter en ik heb geen tractie aan. Dit ding is niet slecht. Ik ben benieuwd of we hem echt sneller kunnen maken. Omdat hij dus elektrisch is. Ik heb geen idee hoe dat precies werkt. Misschien dan wel een extra dure celbatterijtje erin ploppen. Maar dit ding is niet slecht hoor. Zo hé. Ik ben alleen maar helemaal ergens anders dan waar ik eigenlijk heen wilde gaan. Is dit niet ook... Hier is ook een woning. Weet je wat, ik ga wel naar deze woning toe. Net zo makkelijk. Ik zie nou ook zo van die Wranglers rondrijden. Dus je kan zien. Ik heb net het laatste event moeten doen met die auto. Dan reizen is overal rond. Een beetje hetzelfde verhaal als in GTA. Als je dan een auto vindt en je pakt hem, dan rij je ineens alleen maar die auto's rond. Dat is hier volgens mij hetzelfde. Ik weet niet precies waarom dat is. Volgens mij is dat voor de... hoe noem je dat? Als ze dan niet zo heel veel verschillende modellen hoeven in te laden of zo. Iets in die richting. Maar wij zijn gearriveerd bij de kabels. En we gaan eens even kijken wat we hiermee kunnen doen. Er is sowieso een livery met de Batmobile. Of met de Batman logo erop. Dat kan ik je garanderen. En als die er niet is... Dan ga ik die waarschijnlijk vanavond eentje maken. Maar we gaan eerst even kijken bij de upgrades en tuning. Je kan vrijwel niks. Want dat had ik ook verwacht. Designs and paint. Wat hebben mensen gemaakt? Come on, waar is mijn Batmobile? Ik zei het toch? Er moest gewoon een Batmobile variant zijn. Nou zeg ik niet dat ik die mooi vind of zo. Ik moet zeggen. Ik vind deze oprecht wel vet. En die rode en die witte. Die zijn wel nice, hoor. Ik ben eigenlijk best wel geneigd om voor die gele te gaan. Ik weet niet waarom. Ik vind die vet. Die gele of die witte? Ik denk dat we voor geel gaan. Dat is beter voor de thumbnail. Vooral nou in de winter, hè. Oh! Ik zeg het je, hoor. Ik zeg het je. Dat geel doet hem goed. Ik moet wel zeggen, die livery ziet er een beetje scuffed uit hier, hoor. Dus ik ga toch nog even kijken naar die andere. Maar ik vind dit oprecht al een hele vette. Misschien dat die andere wat meer refined is. Dat zou kunnen. Dat was deze. Ik kan niet echt zeggen dat ik een verschil zie. Maar ik kan je één ding vertellen. Dit ziet er echt ziek uit met het geel. En dan die zwarte velgen en die rode calipers. Dit ding is dope. Ik wil nog heel veel snel een andere auto erbij pakken. Waar deze me aan deed denken. En dat is de Quartz Regalia. Dat is ook een beetje een rare auto. En die heeft volgens mij dezelfde achterkant, wat ik me herinner. Dus ik wil heel even snel even koekeloeren. Nee. Ik zweer het je, die achterkant van die andere auto komt mij zo bekend voor. Ik dacht dat het van deze auto is. Maar dat is het niet. Waar komt die achterkant vandaan? Als iemand het weet, laat achter in de comments. Ik kan het niet vinden. Ik heb geen idee waar deze achterkant van is. Maar nogmaals, hij komt me bekend voor. Misschien heb ik het gedroomd.
I don't know. Maar mocht iemand het weten, laat even achter. Nou is de vraag, wat gaan wij doen? Ik denk dat wij gaan beginnen aan een race. Ik wilde eigenlijk gaan driften met deze auto, maar nu zit er geen drift suspension onder. Dus misschien dat ik die daar even moet wisselen. Dus we beginnen gewoon met een ordinaire race. En misschien gewoon deze. Dit is een street race. We kunnen even kijken wat het is. Wat me ook opvalt is dat er steeds meer van die rare merken zijn. Die dan zo'n elektrische hypercar maken. I mean, hij is hypercar snel. Maar ik zou hem alsnog niet kopen. Want nogmaals, het is een random merk. Het ziet eruit als een Hot Wheels auto. Misschien komt daar die achterkant wel vandaan. Dat het een Hot Wheels auto was. En ik word links en rechts gewoon ingehaald. Hallo. Auw. Ik ga dit niet verliezen. Wat denken jullie? Wat ik bizar vind is hoeveel grip ik met dit ding heb. Dat is insane. Ik rij nou een beetje voorzichtig, want er is niet heel veel plek. Maar je moet nagaan, maar rij je in de sneeuw? Nou, ik heb volgens mij echt een verschrikkelijke baan gekozen voor deze auto. En dit is hier echt een beetje in dat dorp hier. Oh god. Ah, nou slip ik wel weg. Ik zal zometeen waarschijnlijk een race doen met cockpit view. Maar dat ga ik hier niet doen. Eerst even de auto leren kennen. Maar, oh god. Ik weet niet of je dat zag. Op een gegeven moment dan schiet hij vooruit. Ik ga straks echt even een topspeed run doen. Want ik denk dat het ding insane is qua topspeed. Hoop ik. I don't know. Ik hoop het. Ja, ik zou hem niet gebruiken in races. Want ik vind het gewoon een beetje raar. Ik weet niet. Ik ben niet zo fan van elektrische auto's. Wat ik eerder al zei. Maar hij is zeker niet slecht. Het voelt gewoon raar. Meer niet. Het voelt gewoon raar. Je hebt maar één versnelling. Vaak is shit. We zitten inmiddels op 60%. Ik krijg 4. Ik geloof ook wel dat we dit gaan winnen. En met een klein beetje geluk kan ik hier vol gas die bocht pakken. Ik weet niet of dat lukt met deze auto. Ah, nee, ik moet wel remmen. Volgens mij zijn er auto's waarbij je deze bocht vol gas kon nemen. Maar kijk maar aan dan. Hier, hey. Oh, no. Ah, nou slip ik al weg. Ik had misschien toch voor die winterballen moeten gaan. Dit ding is nice. Het is een aparte auto. Je moet hem sowieso in je collectie hebben. Mocht je de game spelen, zorg dat je deze auto unlockt. Het is gewoon leuk. En deze wil je niet missen. Al vind ik hem niet echt per direct mooi of zo. Maar dat is eigenlijk meer een personal dingetje. Ik hou niet zo van dit soort super moderne futuristic auto's. Dit is letterlijk bijna eerder een jet ook gewoon. Een jet op wielen. Kijk hem aan. Wat je tegenwoordig ook ziet is dat steeds meer auto's of steeds meer merken dit soort auto's aan het maken zijn. En ik vind het persoonlijk wel jammer. Dit is waarschijnlijk ook het beste model qua aerodynamica en zo. Maar, niet een grote fan. Hey, de zon begint te schijnen, boys. Nog even wachten en dan is alle sneeuw weg. En ik denk dat ik even een race ga doen, inderdaad, zonder sneeuw. Is misschien wel nice. Ik kan misschien even kijken of ik kan proberen te driften. Moet interieur ook gewoon lukken, right? Zolang je maar genoeg power hebt, dan kan alles. Hé, hey, er komt een driftzone aan, boys. We gaan eens even kijken of wij hier wat puntjes kunnen pakken. Nogmaals, het is geen driftauto, oké? Maar ik moet zeggen, hij bevalt me best wel prima. Het enige probleem is wat ik heb. Dat is de angle. Ik kan niet zoveel angle pakken. Maar, I mean, 100.000 punten is niet verschrikkelijk. Al staat mijn record op 150, dus dat is zelf meer, maar toch. Als ik meer angle kon pakken, sure. En, what the hell? Wat doe jij nou weer? Auw! Wat gaan we doen? We gaan dus op zoek naar een nieuwe race. Wat is een mooie race? Sowieso iets met lange rechte stukken. Dus misschien zoiets als de Colossus? Een tijdje geleden hebben we de Goliath gedaan. Dat vind ik een beetje extreem. Dus ik denk dat we nou gewoon de Colossus doen. En dan misschien een custom variant waarbij het in de zomer is. Of misschien in de lente of de herfst. Herfst is vet. Dus we rijden er eens even heen. Moet er goed komen. In 200 meters, ik weet ook niet in welke categorie deze auto valt. Ik gok track toys. Het ziet eruit als een track toy, maar je weet het maar nooit. Dan heb je een Koenigsegg, boys. Kijk dan. Geen partij voor mij. We vliegen hem voorbij. Weet je wat raar is trouwens in deze auto? Hij is elektrisch. Alleen de acceleratie voelt helemaal niet zo extreem snel of zo. Meestal is dat juist hetgene wat zo snel is bij elektrische auto's, toch? Ik vind dit nog steeds echt het meest bizarre.
Ik vind het echt eng. Het is ook best wel raar dat ik trouwens recht in het midden een reverse cam heb. Dat is, I don't know. Dat lijkt best wel af. Om heel eerlijk te zijn. En ook echt die andere dingen aan de zijkant, die zie je amper. Ik kan niet eens zien hoe snel ik rijd. Mijn hand zit ervoor. Je kan zeggen wat je wil. Als je met een ding komt opdagen, zal je wel aandacht trekken. Want niemand weet wat het is. Ik durf te wedden dat vrijwel niemand in deze chat wist wat dit voor auto was. Dat is gewoon een raar ding. Hypercar. Oh, wauw. Dit is dus geen tracktoy. Dit ding is in principe dus street legal. Tussen aanhalingstekens. En 933 kilowatt. Dat is ook niet slecht. Dat is behoorlijk goed. Wij gaan hem eens even rijden. En komt goed. Oh, nee. Dit ga ik niet doen. No. Ik weet niet of je zag wat dit was. Dit is een race tegen Ford Focusjes. Ik weiger om tegen Ford Focusjes te rijden. Hell no. Kijk, daar lijkt er meer op, of niet, boys? Hypercar in de zomer. Hartstikke ziek idee. En dit zijn dan onze concurrenten. En dat zijn zeker niet de minste. En misschien is die Zero Uno die dezelfde achterkant heeft. Nee, daar geloof ik niks van. Ik geef nog steeds niet op. Er is een auto die dezelfde achterkant heeft. Of in ieder geval die er gigantisch veel op lijkt. Maar wij zijn hier vandaag voor dit misbaksel. De Racer Tachyon Speed. Nice. Kijk, dit is een betere opkomst, of niet? Mooie hypercars. Kijk, ik wil gewoon niet zo'n race rijden waarbij er alleen maar van die Ford Focus'jes rijden. Dat is gewoon echt schandalig. En dit ziet er best wel bruut uit. En ik moet zeggen, ik zie zo 1, 2, 3 niemand die zo'n auto heeft als ik. Nou moet ik eerlijk toegeven dat ik hem waarschijnlijk zelf ook niet zou kopen. Ik weet niet hoe duur de dingen zijn. Maar het voelt me een beetje te veel als een Hot Wheels auto. Als een... Ja, echt als een showauto. Hij is misschien ook wel snel. Dan moeten we zo meteen nog steeds gaan testen. Maar... I don't know. Ik zou persoonlijk liever zo'n Huayra nemen. Of zo'n McLaren. Of eigenlijk alles wat hij bijrijdt. Ook al is misschien deze auto sneller. Dat weet ik nog niet. En serieus? Meen je dit? Meen je dit? Kun je niet gewoon even rustig wachten? Maar nee, ik moet wel zeggen, hij rijdt wel lekker. Hij rijdt oprecht lekker. Ik rijd ook zonder tractiecontrol. Alsnog heb ik meer dan genoeg grip. Dus, ja, fijn autootje. Alleen ik mis gewoon geluid. Kijk, je kan geen vette auto hebben zonder geluid. Dat kan gewoon niet. Dan moet je misschien toch zo'n hybride dingetje hebben. Dat het een beetje 50-50 is. Sorry. Kijk, zo'n McLaren vind ik zoveel vetter, hè. Maar ja, we gaan ervoor, boys. Dit is de... Hoe heet deze race ook weer? Niet de Goliath, maar die andere. Dit is zeg maar de kortere variant van de Goliath. En dit is nog wel een vette baan. Mooie locatie ook. En kan ik hem even bij? Oh, yeah! Kijk, ik zal eerlijk zijn. Dit ding rijdt vele malen beter dan die Koenigsegg die achter mij rijdt. Dat ding rijdt echt voor geen meter. Dit ding is knijtersnel. Maar probeer er maar eens mee te rijden. Dat is niet te doen. En dit ding is echt heel erg normaal. Ik sta oprecht versteld hoe goed hij rijdt. Alleen nou komt de volgende test. Is het een goede onderzeeër? Want we gaan door het water heen. En dit valt oprecht niks tegen, joh. Damn. Wat je vaak ziet bij die hele lage auto's is dat je niet door het water heen komt. Ik weet niet welke auto dat was. Ik heb een tijdje terug een auto gehad. Ik kwam gewoon echt niet door dat water heen. Dat lukte gewoon niet. En ik kom jullie hier voorbij. Oeh, remmen. Oeh. Ik moet wel een beetje oppassen voor deze bochten. We rijden tweede. Lekker, lekker. Waar rijdt eigenlijk vooraan? Ben ik wel benieuwd naar. Wat is dat? Het ding is snel. Ik kan niet echt zien wat het is. We zitten nu op de helft van de race. We rijden al tweede. Dus dat is mooi. Goed op schema. Maar we moeten wel winnen, hè, boys. We zijn hier om te winnen. Niks meer, niks minder. Oeh. Oké, misschien wel meer. Ik wil wel een ruime overwinning. Dat is wel leuk. Maar ik denk niet dat het erin zit. En wij gaan hier volgens mij de snelweg op. Als ik hier kijk naar de route. Ja. Volgens mij is dat een Lambo. Beetje moeilijk te zien. Misschien dat we hier wat snelheid kunnen bouwen. Misschien een topspeedrunnetje proberen hier. Kijken.
Gaat deze richting de 400? Ik denk dat hij het kan halen. Ik denk oprecht dat hij het kan halen. Zet op 386. Hij bleef klimmen. En wat is dat? Dat is een Lambo. Oh, wauw. Dat is wel grappig. Met allemaal die elektrische, hybride dingen. En dan vooraan rijdt gewoon een simpele V12. Lekker te brullen. Ik zou waarschijnlijk ook zo'n Lambo nemen over deze auto. Sure, dit is misschien wat exclusiever en wat specialer. Het is sowieso specialer. Maar het voelt gewoon een beetje te veel als een Hot Wheels auto. En zo'n Lambo, je kan zeggen wat je wil. Het schreeuwt ook duidelijk voor aandacht. Letterlijk en figuurlijk met het geluid. Maar ik vind dit is too much voor mij persoonlijk. Ik hou er niet van. Maar ik moet hem nog wel voorbij gaan komen. En de tijd begint te dringen. En oh yeah baby! Hey! Dat is trouwens een blauwe. Ik dacht dat hij helemaal zwart was. Dat is wel vet. Er is volgens mij zo'n special edition. Die blauw is. Ik weet niet of je die kent. Moet je eens opzoeken. Volgens mij is dat de 50th anniversary of zo. Iets in die richting. We hebben gewonnen. Met onze Racer TS. Wat stond het ook weer voor? Het zit me nog steeds niet lekker dat ik niet weet waar deze auto vanaf is geleid. Of in ieder geval niet deze auto, maar... waar deze me aan doet denken. Want ik heb gewoon door mijn complete collectie ingekeken en ik kon niks vinden. Is raar. Maar wij gaan eens even richting de snelweg. En dat is hier, oh. Ik zou gelijk een drag race kunnen doen. Al denk ik niet dat het heel veel zin heeft. Ik win hem sowieso wel, denk ik. Gewoon simpelweg omdat ik gewoon best wel veel grip heb. Maar qua topsnelheid? I don't know. Hier zijn we dan. Ja, zal ik de Juggernaut gewoon starten? In principe kunnen we dat wel gewoon doen, toch? Ah, we doen het gewoon. Wat kan mij het verrekken? En dan hypercars in de winter weer. Zal wat minder. En weet je wat vet zou zijn? Als er zo'n nieuwe auto uitkomt, dat ze die gewoon gelijk in Battle Royale flikkeren. Ik heb het 100.000 keer gezegd. Maar gewoon direct. Gewoon patsboom. Hij is uit. Gooi hem gelijk in Battle Royale. Hoe vet zou het zijn om zo'n auto te vinden? Dat zou dope zijn. En... oh, maat. Wat nou elektrisch? Heb je gewoon weer... die... ik wil altijd Gallardo zeggen. Ik weet niet waarom. Aventador. Die dingen zijn snel, jongen. En ik zie niks trouwens. Holy moly. Wat is dit weer? Dit is mijn topsnelheid, volgens mij. Dit is mijn topsnelheid. Cockpit. Kijk. Oké, ik ga dus niet sneller dan 388. Dat is duidelijk. Ik had toch wel gehoopt dat hij wat sneller zou zijn. Valt me toch een beetje tegen. Vooral met de naam. Er zit letterlijk speed in de naam. Ja, weet je wat het ding is? Wat is speed? Is dat topspeed? Of is dat... de acceleratie is acceleratie. I don't know. Yeah. We hebben in ieder geval gewonnen. Best wel makkelijk eigenlijk. Vooral met het feit dat hij toch gecapt is. Omdat hij gewoon sneller weg was. Weet ik, als die weg misschien wat langer was geweest. Dat andere auto's mee in hadden gehaald. Want ik weet dat die Aventador veel sneller kan zijn. Als je hem goed pimpt. Dat ding kan echt 450 of zo. Maar niet die blijkbaar. Maar dit was hem dan, boys. Dit was de Racer Tachyon Speed. Was volgens mij de naam. Dus nogmaals, heb je hem niet unlocked? Ga dat zeker even doen. Als het goed is, krijg ik nou nog een wheelspin. Die we gelijk gaan openen. Kijk eens aan. En dan gaan we de video beëindigen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video van Forza Horizon 4. We krijgen de Mercury. Die heb ik niet nodig. Het spijt me zeer. Ik zal de komende dagen waarschijnlijk weer volop gaan uploaden. Dus ja, vond je het leuk? Laat een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hoop ik tot snel. Houdoe.